tweede race van de Dunlop Sportmax Endurance Cup 2009. En dit is de plek van de pole positie. Pole positie gerealiseerd door Ron Marchal aan het stuur van de Viper van AD Sport. Ron, goedemiddag. Hoe gaat het? Goed. Proberen de pole om te zetten in een algemene zege? Ja, dat is wel de bedoeling. We hebben er hard voor geknokt om de pole te krijgen. Het is moeilijk om een vrije ronde te krijgen, zoals voor allemaal in feite. Een beetje geluk gehad dat er maar twee of drie mensen hoefden in te halen. En daardoor hebben we een pole position kunnen bereiken. Tweede op de starting grid is de Porsche van ProSpeed met Frans Lamotte aan het stuur. Frans, jullie zijn overgeschakeld van Michelin naar Dunlop. Was het aanpassen? Het was een klein beetje aanpassen, maar we zijn toch verschoten dat de Dunlop ook zo'n schitterende band is. Oké, dat biedt goede vooruitzichten dan? Laten we hopen, hè. Ja. Gaan jullie nu het volledige kampioenschap rijden? We gaan dat proberen volledig te rijden. Ja. Of gaat je vrouw nu en dan eens moeten invallen voor jou? Het is zo, ik heb 9 jaar autokoers gereden, omdat mijn vrouw dat graag had. Nu heb ik thuis op tafel geslagen en nu heb ik gezegd, nou ga ik mijn goesting eens doen. Derde tijd op de grid voor de Porsche van Ruben Maas en Olivier van Oost. Ruben, niet makkelijk om op te boksen tegen al dat PK-geweld. Ja, moeilijk. Motorisch zijn we ietsje bij de minderen vooraan in het peloton hier. We proberen toch mee te draaien, maar het zou moeilijk worden in het begin om de grote monsters te volgen. Maar ik probeer aan te haken en ik probeer te doen wat ik kan met onze auto. Vierde tijd en dus ook op de tweede rij de Porsche van Joost Volleberg en Danny De Laat, de heren van JD Competition. En op de derde rij de Porsches van De Koster en Brody en van Nijens en Fransen. En dan gaan we voor de tweede race van het seizoen in de Dunlop Sportmax Endurance Cup. Dit keer op het circuit van Zolder voor 125 minuten. Oh, en meteen brokken, meteen na de start. Kettingbotsing daar op de rechte lijn op weg naar de eerste linkse. We hebben niet eens de eerste bocht gehaald. Kijk eens wat een schade al daar. Onder meer de Mazda van Werner van Herk. We zien er ook de Seker van Krant en Bezemer. Daar staat de Porsche van McDonald's Racing. En er was wat duwen en trekken tussen de Mooster van Lieven Goegebuur en de Porsche van McDonald's Racing met Jean-Claude Voetse aan het stuur. Daar gaat de Mooster helemaal beneden in beeld tegen de vangrail stuurloos. En dan strandt hij in de kattenbak van de eerste linkse. Wat een gedrum, maar vooral wat een brokken. Ook de BMW van Belien staat daar. De gloednieuwe BMW van Patrick Belien. En van Dimitri Kuivers van Herk kan weer op pad. Ook de Seker met startnummer 324 kan weer rijden. Maar wat een schade hier aan de Mooster van Lieve Goegebuur. Ineens voelde ik een tik links achteraan. En het enige dat ik gezien heb, was dat het een BMW was. Dus ik ben naar links in de muren gegaan en dan naar de rechterkant gecatapulteerd geweest. Dus blijkbaar heeft de Mooster een tikje gekregen. Dan ging die richting muur. Daar zat de Porsche van McDonald's. En die gaat dan dwars de baan over. Knalt dan daar op een Seker. En dan wordt hij zowat in gruzlementen gereden. De Porsche van McDonald's Racing. Een Porsche van Fred Kreunitz. Maar gelukkig geen gewonden. Ook niet bij de stewards. Ook niet in het publiek. Want er zijn nogal wat brokstukken rondgevlogen. Dan wordt iedereen omgeleid tijdens de code 60. Meteen code 60. Dus iedereen wordt omgeleid via de pitlane. Een goede beslissing van koersdirecteur Walter Stalmans. Dan kunnen de gehavende auto's afgevoerd worden. Daar de Porsche van Jean-Claude Voets en François Bouillon. En ook schade aan de Ultima van Belgium Racing. Met Patrick Derdalen. En met Mark Hoosjes die ook zou meerijden. Maar dus niet aan de start gekomen. Zegen in klasse 1 voor de Viper van Ron Marchal en van Wim Lundbeek. Ze hadden even een probleem met de batterij. Maar er is nog geen algemene zegen voor deze heren. Tweede plaats voor de BMW van Fred Verwis en Jo Kwartier. De eerste keer zijn we binnen geweest. De wagen kreeg te warm. Want nogthans gisteren geprobeerd, getest. Alles was in orde. En nu vandaag onder dezelfde omstandigheden chauffeerde de wagen. Dus dat was de eerste keer dat we er binnen gekomen zijn. Dan nu tweede keer Frederik is aan het rijden. En die heeft dus de sensor van de differentieel. Die gaf in die kast te warm. Maar blijkbaar is een verkeerde aangeving van de sensor. Je hebt er een jonge snelle man bij gehaald, hè, Fred Vervis? Klopt, klopt. We kunnen altijd bijleren. Hè. Frederik is een kameraad van mij. En aangezien mijn vaste medepiloot nog mijn broer kon meerijden, had ik het gevraagd aan Frederik. En die heeft met plezier ja gezegd. Dus, en we kunnen er veel aan leren. Hoe is het rijden met die BMW? Ja, voor één keer is dat wel leuk. Maar, normaal gezien heb je geen dak boven het hoofd, hè? Nee, dat is wel veel beter. Dus
Maar het is wel een interessante ervaring. Vorig jaar kampioen geworden in de Duitse Formule 3, Fred Verwis. Met Jo Quartier, tweede in klasse 1. Hier een pitstop van Peter Beckers met de BMW 1 van MSE. En kijk naar de onderkant van de motorkap. Die hangt vol met olie. De olie zit niet langer in de motor. In de laatste ronde kreeg ik opeens olie op de voorruit. En ja, dan ben ik direct binnengekomen. En nu blijkt dat er iets in het vaandelsysteem is losgekomen. En daar zit 100 bar druk op. Dus dat spuit er olie alle kanten uit. Dus de motor is niet kapot, maar is iets losgekomen aan de vaandels. Opgave voor Beckers en Van Samang. We krijgen in de Racing Crash van deze zeker van Verkoelen en Thijssen. We gaan even de muur in. En dan staat de Mazda van Herk Racing binnen. Na een zege in Spa, nu problemen in Zolder met de batterij. En zo worden vader en zoon van Herk pas 13e. Dertiende plaats voor de 333. Konrad Tuiten rijdt solo op de View BMW, want Vincent Verschuren is aan de slag in de Rally de Wallonie. Daar zal hij trouwens de Historics klasse winnen. 12e plaats voor Tuiten. Dan de Mitsu Evo 8 van Alain Bader. Met ook Wim Kugelbergs aan het stuur op weg naar de 11e plaats. Eigenlijk super. Die auto rijdt ongelooflijk goed. Fantastische bochtensnelheid. Een beetje de remmen hadden we gisteren problemen mee. En nu de versnellingsbak temperatuur die naar boven ging en de koppeling die in bleef hangen. Dus. Maar voor de rest, die auto rijdt echt heel, heel, heel goed. Een auto om rekening mee te houden in de klasse 3. Net een top 10 plaats voor Sluis en De Neef met de 130 hier. Zo goed als standaard die auto. Standaard tank ook. Betekent dat ze wat tijd verliezen bij het tanken. 9e plaats voor de 307 van Bob Kuifers en Luc Rijskens, de Echo BMW. Dan gaan we naar een 8e plek voor Herman Brinkman en Jan Jacobs. Ze kijken wel uit naar een evolutie op de BMW. De remmen moeten echt nog verder verbeterd worden. De luchtinvoer moet echt veranderd worden, dat we wat meer pk's hebben. Vorig jaar hadden we echt te weinig vermogen in de auto. Als je op de vermogensbank geweest, dan hebben we wel wat pk's meer. Maar nog niet dat we echt ons kunnen meten met de jongens in onze klasse. 5 zekers aan de start in Zolder. Dit is de zeker die derde wordt onder de zekers bij de finish. Pitstop van de 323. De zeker sprint van Meijer. Dan komen we bij Patrick en Ronnie Fransen met de BMW. Het is werken in het drukke verkeer. Ronnie, zeg het eens. Peter. Warm, jongen. Heel warm. Goh. Een goede wedstrijd gereden, voor mijn gevoel toch alleszins. Ja. We hebben geluk dat het droog gebleven is. En nu kan mijn broer Patrick hopelijk nog een paar snelle rondes zetten. Dat we toch zeker een beetje punten halen in het klassement. Want dat zou wel heel fijn zijn. Ze pakken de punten van de 6e plaats. Patrick en Ronnie Fransen met de 3,99. Dan is er een oliespoor in de Rea-bocht. Dan is het uitkijken. Kijk naar de zeker van Krant en Bezemer dwars daar in de remzone. Maar goed opgevangen. Op weg naar een 5e plaats. De 324. 4e stek voor de BMW van Jan de Vocht en Johan van Loo. Dat is de kampioenenauto in klasse 3 van vorig jaar. Toen in handen van Belium. En weer een 3e plaats voor de gele BMW 1 van Frank Jenne en Harry Peters. Ze delen nu de leiding in de puntenstand met de Vocht en van Loo. Hier is hij, de 315 van Jenne en Peters. Pitstop dan van de 300 van Guido Werk zit solo in de BMW. Ze hadden motorproblemen in Francorchamps, maar nu loopt het vlekkeloos op het circuit van Zolder. Ook goed gereageerd op de code 60 en beloond met een 2e plaats. We hebben begroeid gehad bij de code 60. We kunnen voorsprong nemen en we kunnen terugnemen. En dat is eigenlijk ons geluk geweest. Kampioenschap is gelanceerd. Ik denk het wel. En de motor was oké? De motor was oké. Het ligt een andere motor in die we vorig jaar hebben gereden hebben. En geen haperingen nu deze keer. Guido Werks, 3e. Dan de eerste run van het seizoen voor Ronald Vetters op de zeker van TVL. En hij is verrukt. Prachtige auto. Het is een grote kart. Het is echt puur plezier. Absoluut puur plezier. Het is even wennen. Het is een heel andere manier van rijden. De zithouding is heel anders. Remmen moeten we leren, want ik heb 6, 7 jaar met ABS gereden. Nu zonder. Dus toch wel even aanpassen. Maar het is echt qua plezier onbeschrijfelijk. Nog maar 2e race van het seizoen en meteen een zege voor de zeker van Wim Jeuris en Ronald Vetters. Na pech in Francorchamps. Nu winnen op Zolder. Ja, we gaan ons best blijven doen en we gaan zo blijven rijden. De bedoeling is dat we voor de titel gaan, maar even afwachten. Loopt hij beter op Zolder dan op Francorchamps? Ja, veel beter op Zolder. Is meer geëigend voor klein circuits. Lange circuits zal iets moeilijker worden, vrees ik. Maar voor de rest, zeer tevreden.
De uitslag in klasse 3. Juris Vetters winnen voor Werks, Jenne Peters, De Vocht van Loo en Krant Bezemer op de Seeker. Dit is klasse 4 van de Dunlop Endurance Cup met de 469 van Rogier van Kuik. Hij wordt laatste in de klasse. 12e plaats voor de mini van De Vreker en Van Hoof. Startnummer 411. We krijgen de vlag voor het oliespoor in de Reabocht. De Clio van Ben Poelmans en Robert de Hoen even op drift. Maar goed nog voor een 11e plaats. We noteren een 10e stek voor de BMW van Guy Fastre. 424. Een pitstop hier bij Rikke Renmans en Edi Cornelis. Komt er altijd op aan die pitstop goed te plannen. Er is ook wel een beetje geluk mee gemoeid als je net kunt komen pitten tijdens een code 60. Alhoewel dat ik gestart ben van de 9e plaats, naar de 5e plaats gegaan en nu stonden we op de 7e plaats. We verliezen natuurlijk wel met het tanken, want we zitten niet met een 100 liter tank. Dat gaat wel een paar plaatsen kosten. Hè. Het wordt uiteindelijk een 9e plaats voor Renmans en Cornelis met hun Clio. Dan nog een Clio, die van Patrick Bijloos en Filip Leibaert. Het is een paar jaar stil geweest rond Leibaert. Hij reed vroeger Clio Cup. Zoals in de Clio Cup, altijd problemen met de remmen. En niet dit keer, niet anders. Dus pech van de 2e naar de 6e plaats teruggezakt. Ja. Dus we zijn nog aan het rijden, dus ik weet niet hoe dat zal eindigen. Maar... De remmen dus. 8e plaats voor Bijloos en Leibaert. Filip Leibaert, de man achter autosport.be. Xavier Stevens finisht als 7e in Zolder. En dat was ook de positie die hij bekleedde op het einde van de eerste race in Francorchamps. 6e stek voor Chris Voet en Bart van den Broek. Ze waren in Francorchamps nog 3e. En nu stranden ze op een kleine 2 seconden van de top 5. 5e plaats voor de BMW van Beiers, Gelen, Dekkers. En 4e plaats voor de 2e BMW van het team van GNR. De 417 van Harry en Ron van de Water. Meteen een pitstop gemaakt bij de eerste code 60 na die crash bij de start. Dat was een vroege pitstop. Mijn ma had er echt voor gekozen. Ook. Van het moment dat we een vroege code 60 zou komen, dat we direct zouden wisselen. We zouden niet zien hoeveel toeren dat we zelf zouden gereden hebben. Absoluut niet meer. Ik wou het al rapper doen, maar ik mocht de pitslanen mee binnen. En had ik misschien beter doorgereden, want de koers was terug vertrokken. Maar, ja. Binnengekomen na de code 60? Na de code 60 juist ben ik binnengekomen. Ja. Ietsjes te laat eigenlijk. Maar. We gaan zien dat we nu de 2 uur kunnen volhouden met één piloot. Dus. Al bij al een redelijk goede tactiek en dus een 4e plaats voor de broers van de Water. Het hele podium in de klasse 4 is weer voor Renault. Jordi Dodemond ligt lang 2e, maar in de finale wordt hij nog voorbij gereden. Hier Dodemond op de 491. Voorbij gereden, kort voor het einde nog door de 404 van Bruno Vermeer en Tom Aerts, net als in Spa 2e plaats. In de kleuren van Autokrant. We waren lang aan het afsteken op een 3e plaats, maar nu toch wel 2e plaats. Op het einde zag ik Jordi Dodemond in mijn vizier en ik dacht van ja, die moet ik hebben. Eerst 40 seconden, dan 30 seconden, op een moment 12 seconden en dan zag ik hem voor mij rijden en dacht van ja, die ga ik pakken. Tijdens de kwalificaties gaat de motor stuk op de Clio van Stefan Polderman. Dan stapt hij over naar de oude Clio. Komt meteen pitten bij de eerste code 60 na die crash van de start. Weer een goede tactiek in het Polish team en weer beloond met de overwinning. Stefan Polderman ongeslagen na 2 races in de Dunlop Sportmax Endurance Cup. Stefan, de oude Clio doet het nog goed, hè? Mogen niet klagen. Even wat aanloopproblemen, een beetje wennen en daarna ging het goed. En ook tactisch goed gereden? Tactische pitstop, gelijk de eerste ronde, code roze. Binnengekomen, achteraan gestart en rustig begonnen, koude banden en dan naar voren gereden. En aan de leiding gebleven, dus ging goed. 2-op-2 in klasse 4 voor Polderman. Opnieuw 2e plaats voor Vermeer en Aerts. Dodemond 3e, dan de broers van de Water. En 5e, Beiers, Schelen en Dekkers. En de ervaring op het podium met een champagne douche. Tot slot nog de klasse 2 met rook hier uit de Porsche van Jan-Marc en Dirk Schultz. Ze hebben een oliespoor getrokken in de Reabocht. Dat zorgt voor een code 60 op een strategisch belangrijk moment in de race. Zowat halfweg
dan moet je beslissen of je al of niet komt pitten en zien ook of de tankzone al of niet bezet is. Hier de Porsche van Dirk en Tom van Rompuy. Die hebben problemen met het geluid. Maximum 105 dB mag je produceren tijdens de Dunlop op zolder. Er worden alle mogelijke middelen aangewend om de Porsche stil te houden. 15e plaats voor de Van Rompuy's. De Porsche startnummer 240 van onder andere Francis Scheers op weg naar de 14e stek. Kijk ook naar de Porsche van Patrick Lamster en Matti Zatnikar. Zijn eerste race op zolder. Voor de eerste keer voor mij is dat echt spectaculair. Waanzinnig druk. En er wordt enorm geduwd. Het is niet simpel hoor. Voor een starter is dat niet simpel. Maar goed, het was heel plezant. Matti en Patrick worden 13e met de Pro Speed Porsche. Patrick Geladé en zijn co-rijders leggen beslag op de 12e plaats in de Porsche met startnummer 224. Nog een Porsche is die van PDG Racing met Niels Cox aan het sturen en hij heeft een goede start genomen. Ik moest 22e starten en toen heb ik achter de safety car kunnen tellen en toen zag ik dat ik 12e algemeen ging. Dus was ik al blij en dan heb ik heel de stint goed doorgereden en ze vertelden me net dat ik vijfde algemeen ben binnengekomen, dus ik ben wel tevreden. Niels wordt samen met Peter de Grote 11e in klasse 2. En dan de jongste rijder met de oudste rijder in het veld. Dylan der Dalen is 16 en John van Kouwen 66. Ja, dat is erg leuk namelijk. Hij is 16 jaar, rijdt ook erg goed. En ik ben nu weer terug begonnen na 11 jaar. Ja. En het is een leuke combinatie, de oudste en de jongste. Ja. Dus wat willen we nog meer? Dus 11 jaar stilgelegen? Ja. Hoe komt het? 11 jaar geleden een accident gehad. En heb ik eigenlijk 11 jaar niks mee gedaan. En nu is de eerste wedstrijd dat ik weer rij. Dus het moet wel een beetje inkomen. Maar voor de eerste wedstrijd is het toch vrij goed gegaan. Fijn dat John er weer bij is. Dus gekoppeld aan die piepjonge Dylan der Dalen. 16 pas en 10e geworden. We blijven bij First Motorsport met een pitstop hier van Niels Lagrange. Hij is uit de pitlijn aan de race moeten beginnen. Laat het stuur nu aan Eddy Renaar. Niels, waarom zijn jullie niet binnengekomen tijdens de code 60? Wel, Eddy was nog niet klaar, dus ben ik niet kunnen binnenkomen. Heb ik gewacht tot de code 60 voorbij was. Heb ik daarna nog een paar snelle rondes gedaan en ben ik toen binnengekomen. Ja, er had meer ingezeten voor de 205. Nu is het een 9e plaats voor Lagrange en Renard. 8e stek voor Alain Fransen en Mark Nijens. Alain eruit en Mark neemt over. En een race zonder brokken voor het duo. Ik moet zeggen, het was heel leuk. Absoluut, ja. Ligt mij goed. En ja, mooi veel inhaalbewegingen gedaan. En veel bijgeleerd weer vandaag. En veel fun gehad. Dat is belangrijk. Next stuk. 7e plaats voor Stefan Tavernier en Jean-Paul de Koster daar met de rode Porsche. Startnummer 226. Een klapband verknoeit helemaal de race voor Chris Matthäus en Gunther Raus. Zo zakken ze weg naar de 6e plaats. Gunther Raus is de regerende kampioen in klasse 2. Maar voorlopig moet hij het stellen met ereplaatsen. Een pitstop bij Joost Vollenberg en Danny De Laat. Zij zijn op weg naar de 5e plaats met de Porsche van JD Competition. Met de assistentie van KS Motorsport. Net als in Francorchamps, 4e plaats voor Michel de Koster en Philippe Broodkoren. Zijn bijnaam is Brody op de 202 Porsche. Ruben Maas verliest nogal wat tijd met een bewegende stoel. En dan valt een pitstop ook nog eens voor de code 60. Maar samen met Olivier van Oost wordt hij 3e. En zo zijn ze stevig puntenleider in de tussenstand van de Dunlop Cup in de klasse 2. Brokken in Francorchamps. Nu een parel van een race voor Philip van Beurden en Erik Bruinhoge. Op hun Porsche van Speedlover. Bruinhoge heeft er zijn stint op zitten en heeft genoten. Het was nog eens een stint voor te knokken. Zoals vroeger zal ik zeggen. En dat doet me wel deugd, dat doe ik wel graag. Geen brokken dus. Het duo race naar een berensterke 2e plaats met een 9,96. Het liep allemaal goed. Spijtig van de code 60 die we gemist hebben.
Maar ja, het is... Anders had je misschien gewonnen. Ja, wie zal het zeggen? Hè? Ik weet het niet. Ja. Maar ja. Weer niemand opgewassen tegen de 996 RS van ProSpeed met Penders en Lamont. Nu ook te sterk op Dunlopbanden. En zo pakken ze hun eerste punten van het kampioenschap. Het feit dat jullie op Dunlop zijn overgestapt, betekent dat jullie nu heel het kampioenschap rijden, toch? Wel, we gaan dat proberen, maar ik zelf kan dat kalendermatig niet. En Fransen verhoest nog steeds niet akkoord. Dus we zien wel. We gaan dus dringend dus moeten gaan praten met de vrouw van Frans Lamot. In ieder geval, mevrouw Lamot, hij heeft weer gewonnen, uwe Frans. Voor Van Beurden, Bruinogen, Maas van Oosten, Koster Brody en De Laat Volleberg. De Belgische nationale hymne.